En wat zien we dan? Het show-element waar we toch een beetje op gehoopt hadden gebeurt. Ze willen er een ereronde van maken. De Belgische winnaars, de Belgische aanstaande winnaars. Kenny de Ketel en Moreno de Pauw, daar gaan ze. Oh, dit gaat meteen knalhard. De Ketelen, de Pauw, zij gaan een feestje vieren met hun Belgische supporters aan de overkant van ons. Als je ziet, Nijski Toma, wereldkampioen ploegkoers, worden hier gewoon finaal voorbij gereden door Belgische duo, omdat ze, omdat ze amateurs zijn. Het publiek gaat staan, een ronde wordt er niet meer gepakt. Maar de aanval en de show-element is wel degelijk. Het vuistje gaat omhoog. De winnaars zijn bekend. Kenny de Ketelen en Moreno de Pauw. Zij winnen deze zesdaagse met overmacht. Vanaf het begin af aan hebben zij getoond dat ze het beste koppel zijn van deze editie. En ze hebben ook de wil getoond. Ze zeiden van tevoren al, we willen deze zesdaagse eindelijk eens een keer winnen. En het is ze gelukt. Op een geweldige manier, Koos. We hebben het de hele avond over gehad. Maar zij zijn echt by far het beste koppel deze editie.